Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 11 graden. En binnen zit Jolanda Linders met... Dat zie je zo direct. Welkom in mijn barretje 0486. En ja, wie heb ik in mijn barretje zitten? Sinterklaas! Hallo. Welkom Sinterklaas. Hallo Jolanda, alles goed met jou? Ja, heel goed. En nu helemaal dat ik u in mijn barretje mag verwelkomen. Ja, ik vond het heel leuk dat ik even tijd vrij kon maken om hier langs te komen na de mooie intocht van gisteren. Het was weer heel erg leuk in ons Pietenhuis. U zult wel moe zijn, denk ik. Of niet? Sinterklaas is rond de decembertijd nooit moe. Ik heb zo lang tijd om bij te slapen in Spanje. Nooit. Maar u bent goed en wel aangekomen. Ja. En nu dus in mijn barretje. En ik heb een aantal vragen voor u, die ik eigenlijk aan iedereen stel die in mijn barretje komt. Oh. Dus die ga ik ook aan u stellen als u dat goed vindt. Nou, ik ga kijken waar ik antwoord op heb. Want ik dacht eigenlijk dat ik voor de kinderen kwam. Maar misschien kunnen we daar wel een draai aan geven. Nou, dat ben ik heel blij om. En ik denk dat het voor de kinderen wel heel erg leuk is als ze een antwoord krijgen op de vragen die wij stellen. Dus, we gaan ons best doen. Ja, ik leg ze hier neer. U mag er van mij eentje afpakken. Die geeft u aan mij. En ik ga de vraag stellen en dan geeft u antwoord op. Dan gaan we even kijken samen naar deze vraag. Dankjewel. De stilte heeft u een bril die het mogelijk maakt om uw omgeving scherper waar te nemen. Na enig aarzelen zet u die bril op. Kijk nu eens om u heen en beschrijf iets wat u anders nog nooit gezien zou hebben. Wat heeft u deze tijd meegemaakt wat u anders nog nooit heeft gezien? Nou, als ik rondkijk, dan zie ik dat er heel veel mensen zijn die, zoals ik zou zeggen, een beetje op afstand blijven van elkaar. Maar dat heeft denk ik met de coronamaatregelen te maken. Ik zelf hou daar niet van. Ik heb het liefste alle kinderen heel dicht bij me, zodat ik persoonlijk alle cadeautjes kan geven en ze kan aankijken en kan vragen of ze een liedje voor Sinterklaas willen zingen. Maar veel mensen buiten, die houden die anderhalve meter, zie ik. En dat vind ik toch wel heel apart. Maar nu met de coronamaatregelen is het voor u natuurlijk heel erg moeilijk om dichter bij die kinderen te komen. Of tenminste, als de ouders niet... u kunt niet veel doen. Heeft u daar een oplossing voor? Nou, de Sint is natuurlijk altijd met oplossingen bezig. En de afstand is altijd een probleem voor Sinterklaas. Maar de oplossingen, die hebben we ook. Want we kunnen een box geven. En misschien ga ik straks wel met een stok, met een handschoen daaraan, een box geven aan de kinderen. En misschien gaan we nog wel een andere leuke box aan de kinderen geven. Maar we gaan in ieder geval anders ermee om, omdat het moet. Ja, en u heeft natuurlijk ook heel veel mensen om u heen die dus meehelpen. Want ja, alleen kunt u het natuurlijk nooit. Nee. En voor de kinderen denk ik, ja, de cadeautjes, die zullen toch wel komen? Ik weet niet of dat ik dat nu al kan zeggen, maar ik denk dat het antwoord echt wel ja gaat worden. Want ik heb natuurlijk het probleem van de anderhalve meter ook op mijn boot gehad. Ik heb wat minder pieten meegenomen en ik heb wat hulppieten links en rechts gevraagd om mij te komen helpen, die overal de weg heel goed weten en die heel snel ook wat cadeautjes kunnen afgeven. Dus misschien kom je straks wel een hulppiet tegen, waarvan je zegt van, hey, ik heb jouw gezichtje vaker gezien. En op die manier gaan we het invullen. Oh, wat leuk.
Nou, zullen we nog een kaart doen? Hebben we er nog? Ja, we hebben er nog heel veel. Ja, we hebben er nog een aantal. Moeten we ze allemaal? Dat ligt aan de tijd. Oh. Nou, dan zal ik niet te lang praten. Nee. We gaan het proberen. Even kijken. U bent erop uitgegaan in uw eentje. Het lawaai van de stad heeft u achter u gelaten. En opeens hoort u voetstappen. Dat zijn uw eigen voetstappen. Wat voor een levensritme heeft u? Nou, het levensritme van Sinterklaas is heel rustig aandoen. Behalve als we weer moeten gaan werken. Als ik de pieten weer moet gaan aansturen om alle cadeautjes alweer in te gaan pakken. Alle pepernoten te bakken. Alle chocoladeletters te maken. En alles weer geregeld moet worden zodat het klaar staat om mee te nemen op de boot richting Nederland. En klopt het dat de cadeautjes en de chocola, dat u die allemaal zelf maakt? Die maken onze pieten helemaal zelf. Je hebt misschien wel gezien op het journaal van Diewertje, ja, dat ik mijn chocoladeletterpiet bij me heb. En die is heel goed. Heeft nu hele mooie dingetjes gemaakt. Maakt alle gereedschap na. En daar kunnen ze niks mee doen als alleen opeten. En de cadeautjes die worden natuurlijk ook allemaal zelf gemaakt. Dat is wel heel veel werk. Dat is heel veel werk. Maar we hebben natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om in winkels te gaan vragen. Want ook in Grave zijn heel veel winkels waar we gewoon naartoe kunnen gaan. En dan kan Sinterklaas op rekening, heet dat tegenwoordig, ja, kopen. En dan krijg ik later een tikkie of zo. En dan wordt dat betaald. Maar dat doet mijn financiële Piet allemaal. Oh, hoor. Dat okay. Hoeft Sinterklaas niet zelf te doen. Dat is wel fijn. En fijn dat het zo geregeld is dat het kan. Dat er even een tikkie wordt gestuurd. Maar in heel Nederland houden ze van Sinterklaas. En ze willen allemaal dat het een mooi feest wordt voor de kinderen weer. Ja. Ja. Zoals altijd. Zeker weten. Zullen we er nog eentje doen? Dank u wel. U heeft het door. U bent niet alleen op de planeet. Sterker nog, u beseft, maar deze klopt niet, want u bent niet één van velen, want er is er maar eentje. En dat bent u. Wie weet dat u uniek bent? Wie weet dat ik uniek ben? Ja. Nou, ik denk als jij alle kindjes van Nederland gaat vragen, tot zeg maar 10 jaar, die weten allemaal dat Sinterklaas uniek is. Want er is er maar één. Er is maar één Sinterklaas. En die zit nu gezellig in het barretje bij 0486. Ja, heel leuk. Ja, ja, heer, inderdaad, er is er maar eentje. Ja. Dat bent u. Ja. Dus, nou, we doen er nog eentje. Nou, ik ga eens afwijken van de volgorde. Even kijken. U bent aan het mediteren bij de rivier en plotseling ziet u een forel tegen de stroom inzwemmen. U bewondert hem om zijn kracht en eigenwijsheid, al lijkt hij wel heel vermoeiend. Wanneer had u de moed om tegen de stroom in te zwemmen? Dat is een hele moeilijke vraag, maar als ik even goed nadenk, dan zeg ik, toen ik in Duitsland Sinterklaas was, toen heb ik ooit bij een ouderenhuis moeten zeggen dat Sinterklaas met zijn pieten daar aanwezig was. En in het Duits ben ik der Nikolaus und meine Mohren. Maar ik zaakte meine Mohren, oftewel mijn worteltjes. Nou, al die oude mensen natuurlijk lachen. En dan moet je je eigen eruit zien te lullen. En dat was een hele zware rit voor Sinterklaas. Dat geloof ik wel, ja. En hoe heeft u dat gedaan? U heeft het... Ik heb het even van me afgeschud inderdaad. En gezegd, ach, een woordfoutje, dat kan wel eens gebeuren. En vooral bij iemand die niet elke dag in Duitsland komt. Nee, precies. Want in Duitsland is wel heel bijzonder. Ja. Ja, daar komt Sinterklaas niet overal. Nee.
Omdat ze daar geen Sinterklaas vieren? Of hoe, Sinterklaas is natuurlijk in Nederland heel erg druk. En dan maak ik voor een paar dorpen in Duitsland maak ik een uitzondering. Ah. En daar ga ik dan even naartoe om daar de kinderen een beetje gezelligheid te geven. En ook een mooi cadeautje te brengen. Oh, wat lief. Ja, en dat zijn vaak dorpen waar veel Nederlanders wonen. Ja, die willen dat. Ja, maar dan moet u dan inderdaad ook weer even tijd voor nemen om daar naartoe te gaan. Maar dat gaat heel snel, want mijn paardje gaat zo snel. Ja. Overal naartoe. Dus dat komt helemaal goed. U doet nog alles wel zoveel mogelijk met het paard? Zoals je gezien hebt bij het Sinterklaasjournaal, ga ik met zo snel zelfs vooruit naar Nederland om alvast als luisterpiet. Oh, als Sinterklaas natuurlijk, maar wel de taak van de luisterpiet even over te nemen. Omdat hij een beetje problemen had met zijn gehoor. En dan moet je dat even doen. En zo snel gaat dan direct met mij mee. Die vindt dat zo fijn. En hij is zo snel. Heel goed. Nou, we doen er nog eentje. Even kijken. De duivel is een gevallen engel, gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschappen doet u soms struikelen? Heeft u eigenlijk wel een slechte eigenschap? Nou, ja. Ik denk dat iedereen wel slechte eigenschappen heeft, maar ja, Sinterklaas, en zeker in de november-december weken, ja, heeft weinig slechte eigenschappen. Het enige is dat hij af en toe een beetje moet gaan zoeken hoe dat hij de dingen op een goede manier kan doen. En daar kan hij zich wel eens over opwinden, laten we het zo zeggen. En dan wordt Sinterklaas een beetje morrig en knorrig. En ja, de mensen die dat kennen, ja, die weten dat. Precies. Maar die kunnen daar overheen stappen. Nou, hartstikke mooi. Ik zit even te denken inderdaad, ja, als dat. Maar u heeft natuurlijk ook heel veel pieten om u heen die dat met u wel oplossen. Ja, mijn. En tuurlijk mag u een keer mopperen. Ja, maar mijn team van pieten en dan de hulppieten die ik heb ingeroepen, maar zeker ook alle Sinterklaascomiteeën in de verschillende dorpen die ook heel goed meehelpen. Daar kan ik het ook af en toe heel goed mee vinden. Maar daar moet ik ook af en toe tegen zeggen van stop, stop. Dit gaat even niet. Dit gaan we niet doen. En ja, dan kom ik best wel een beetje knorrig over, denk ik soms. Ja, maar dat mag, denk ik ook wel. Ja, misschien wel. Dat om het toch, ja, moet toch allemaal maar voor elkaar. Ja. Gebokst worden. Het moet aan het eind van de periode, moeten we zeggen, we hebben weer een heel mooi Sinterklaasfeest voor alle kinderen kunnen realiseren. Want u gaat 6 december weer terug. Ja. Dus ja, dus in een korte tijd moet er veel gebeuren. Dus dan mag je knorrig zijn. Moet heel veel gebeuren en af en toe moet je een beetje streng zijn. Volgende kaart. Is dit de laatste kaart al? Ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Ja, ja. Is dit uw favoriete liedje? Dit is het mooiste liedje. Met dit liedje heb ik altijd het gevoel dat ik weer op de boot naar Nederland zit. En al die lieve, kleine en blije gezichtjes weer mag gaan zien. En ja, dit geeft Sinterklaas een heel warm gevoel. Nou, dat ik ook voor mezelf natuurlijk. Maar ik denk inderdaad voor heel velen die dit liedje inderdaad horen. Want daar begint het mee. Want iedereen weet. Als die boot komt. Als die boot komt. Dan komt Sinterklaas. Ja. Ja. Dus. Heel mooi. Wat leuk. Nou, we doen de laatste kaart. Ja. Even kijken.
Van een zonnebloem wordt eigenlijk iedereen blij. Niet voor niets staat deze bloem symbool voor levenslust. Met een wenskaartje kan je ook iemand een zonnebloemeffect geven, alsof de ontvanger weer even opgeladen wordt. Wie wenst u? Kracht, levenslust en energie toe. Nou, dat is voor mij nu op dit moment heel simpel, hè? Al mijn pieten, al mijn hulppieten, al de Sinterklaascomité's die daarvoor zorgen dat dit feest weer een mooi en geslaagd feest kan worden, die wens ik heel veel kracht toe. Zelf heb ik al heel veel jaren die kracht en ik mag straks weer uit gaan rusten. Hè? En dan komen we pas weer in augustus een beetje in actie. Dus Sinterklaas heeft het eigenlijk heel erg goed, hoor. Ja. En wie nog meer? Ook de mensen, dus alle comité's. Want ik kan me voorstellen dat nu in deze tijd, hè, waar we het helemaal in het begin over hadden, dat het voor alle comité's, voor alle mensen die dus alles eraan gedaan hebben om het te wachten totdat u in Nederland zou komen en dan alles voor elkaar zouden hebben. En nu met de coronamaatregelen, dat het weer allemaal anders moet. Ja. En ja, ik snap dat u die inderdaad heel veel kracht en energie wilt geven. Ja. Maar zeker ook de mensen die de besluiten moeten nemen daarin. Hè? Ja. Kunnen we wel of kunnen we niet het plan uit gaan voeren wat de comité's hebben neergelegd? En ik hoop echt dat we allemaal door kunnen gaan met de plannen zoals ze er liggen. Want dan gaan we er een heel mooi feest van maken. Zeker in het land van Kuik. En zeker nu ik al die burgemeesters heb mogen leren kennen. Ja, dat geloof ik wel. Want dat was ook wel heel erg bijzonder. Ja, 5 burgemeesters en straks is er maar eentje meer. En ja, we weten niet waar die vandaan gaat komen. Hè? Nee, maar het is wel echt heel bijzonder inderdaad dat alle burgemeesters er waren. Ja. En dat u ze ook inderdaad allemaal heeft ontmoet. Ja. Ik heb ze even kunnen toespreken. Ja, want dat komt niet vaak voor. Nee, zeker. Dus, echt helemaal geweldig. Ik heb voor u als afsluiting, en ik even op terug te komen op het feest. Ik hoop echt voor u dat er nog een fantastisch feest aankomt. En dat we inderdaad, dat u alle kinderen blij kunt maken hier in het land van Kuik. Maar jij zegt niet ik, maar ook jij, net als alle andere mensen, maken het mogelijk dat dit feest een mooi feest wordt. Want alle mensen die zijn daarmee bezig. En alle mensen, daar kan ik heel blij van worden. Ja, dat geloof ik. Dankjewel. Ik heb een cadeautje voor u. Oh? Ja. En dat is een hele mooie beker. Dan mag ik mijn koffie voortaan drinken uit die hele mooie beker van jullie. Ja. Dat vindt Sinterklaas wel heel erg leuk. Hè? Krijg ik een cadeautje. Als eigenlijk vanmiddag op de trappen van het bordes. Ja, precies. Ja. Maar daarom is het ook zo leuk dat ik nu u een cadeautje mag geven. Ja. Ja. U mag van mij, en dat doen we niet vaak, sowieso een laatste woordje even spreken tot alle kinderen. Nou, dan wil ik alle kinderen van die kijken naar 0486 een uitnodigen om vanavond de schoen te zetten. En ik hoop dat al die kinderen een heel mooi en waardevol Sinterklaasfeest hebben. En ik hoop dat we respect hebben voor alle mensen die daaraan meewerken. En de kinderen zijn daar de belangrijkste factor in. Want de kinderen, die zijn het waard om het feest voor te maken. En dat is mijn laatste woord. Dank u wel. Dank je wel voor dit barretje. En tot een volgend barretje. Dag. Dag.